Ik ben volgens mij niet proficient met het zwaard dat ik net van zijn body heb geloot. Ah. Huh. Dus misschien als we Lezel vinden, kunnen we het aan haar geven? Of willen we Lezel niet in de party? Willen we Carlyle? Nou, even denken. Ik wil... Ja, wie is de druid? Dat is Shadowheart, toch? Nee, dat is Halsin. Shadowheart is een cleric. Oh, een cleric. Maar die kan wel healen en zo, toch? Ja. Ik denk dat we die er sowieso in moeten houden. Ja, dat dacht ik ook al. Maar zij kan ook niet met het wapen omgaan, volgens mij. Oh, dan iemand die er wel mee kan. Ja, we kunnen Lezel houden of we kunnen voor Karlek gaan als we haar vinden. En die ken ik niet, dus... Oké, nou ja. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Oh, dat is heel na. Doe maar die. Chaos of the crash site confuses the landscape. You'll need to find a settlement or landmark, and you'll need to do it quickly. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. Oh, jij bent al weg aan het lopen, zie ik. Ja, ik ben aan het kijken of ik... Oeh. Oh. Of ik dingen kan vinden. Ik heb monies gevonden. Wow. Nice. Een cutscene. Oh, Shadowheart. Dus zij is hier? Ben ik zo erg voorbij haar gelopen de vorige keer? Holy shit. Zal ik haar wakker maken of zal ik het artefact uit haar hand pakken? Oeh. Ik denk dat we beter haar te vriend kunnen houden en haar gewoon wakker kunnen maken. Oké. Okay. Wakey, wakey! You're alive. I'm alive. How is that possible? How is this possible? I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Nou, ik heb haar dus hier ook helemaal niet gezien, omdat ik haar pas in de Grove tegenkwam. Ja, ik ook. No. I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first. We need supplies, shelter, and most of all, a healer. A healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. All right. Yeah. One thing. Just before we go, I wanted to thank you again. Nah, that was ik niet. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I remembered it. I'll remember that. Lead the way. Nice. Oeh, nice. Want ik ben hier wel de vorige keer gelopen, dat weet ik nog. Alleen toen lag zij daar niet, omdat ik haar niet bevrijd had. Oh. Hier heb je zometeen die twee mindflayers, dat weet ik nog. Ik zal even quick saven. Oh, ik ben wel nog niet? Aan de andere kant. Shit, dat oh, dat ben jij helemaal niet. Oeps. Ik dacht dat ben jij, maar dat is Shadowheart. Oeps. Oké. Okay. Wacht, dan ben ik sowieso hier langs. Er is één keer dat ik dacht van... Oeh, die moet ik elke keer niet vergeten te looten. Want ik heb dit stukje een paar keer opnieuw gedaan. Ah. Ah. Ik weet niet meer welke dat was. Boeien. Let's go. Welke kant wil je op? Want jij bent er heel ergens anders dan ik. Oh ja, want ik ben hier de bodies aan het looten. Oh, we kunnen level up. Oh ja. Oh, dat was ik vergeten de vorige keer. Dus ik had die fight in de cave, in de ruïne, had ik op level 1 gedaan. Zou ik het al op level 2 had kunnen doen. Dat was zo stupid. Oké. Okay. Oh, ik hoef alleen maar te accepten. Nou, dat is makkelijk. Ik hoef niks te kiezen. Ja, je kan ook Shadowheart levelen. Ja. Moet je
Zullen jij me wel even mee helpen? Want bij haar moet ik volgens mij wel iets kiezen. Kijk, ze krijgt een hele hoop. Prepare spells. Welke spells zal ik preparen? Als je kan kiezen, kies Bless. Bless, die kan ik kiezen. En wat wil je nog meer? Heb je ze allemaal gedelete dan? Oh nee, even kijken. Je kan van alles kiezen. Je kan er 5 preparen. Dus Bless, dus die doe ik wel. Cure Wounds? Ja. Healing Word? Ja. Seal of Faith? Nee. Doe ik die weg. En Guiding Bolt? Ja, sowieso. Oké, dan hoe kan ik er nog eentje kiezen? En dan kan ik kiezen voor Protection from Evil and Good. Sanctuary, Bane, Command, Create or Destroy Water, or Inflict Wounds. Command. Oké. Accept. Moet ik naar jou toe komen? Ik kom wel naar jou. Als je die battle aan wil gaan, dan wil ik dat best doen. Hey, die heb ik de vorige keer in mijn eentje gedaan. Die met die 2 Mindflayers. Oh, toen heb ik gewoon elke keer van afstand geschoten. Toen waren ze, toen ze bij mij kwamen, al best wel verzwakt, zeg maar. Oké, okay, I'm ready. Yeah. Oh, deze is al dood. Oké. Oh, net niet. Dus met disadvantage, wacht. Nu kan ik hem wel raken, toch? Ja. Hoppatee, 7 damage. Enter. Wauw. Wacht. Je moet er niet door het vuur laten lopen. Oh, ja, dat wist ik helemaal niet, joh, dat zo werkt. Waarom loopt zij er niet zelf omheen? Ja, omdat je de pathing beslist. Okay. Ze AC is 7 en ik miste. Jesus Christ. Ik weet eventjes niet wat ik nu moet doen. Ik vind het altijd tricky. Doe Sacred Flame. Is dat een cantrip? Oh, dat is een cantrip. Oké. Zal wel. Weet je dat het me niet eens was opgevallen dat ze door het vuur heen was gelopen, dat jij het zei? Als ze een potion heeft, kan je er als bonus action potion laten drinken, dan stopt ze met in de brand staan. Maar ja, ik heb al mijn turn geënt. Je kan het nog stoppen, want ik ben ook nog aan de beurt. Dus je kan hem nog terugdraaien. Oh ja. En dan een gewone potion? Ja. Oké. Dan stopt ze namelijk ook met burnen. Oeh, er zijn er nu 3. De vorige keer waren er maar 2 toen ik hier kwam. Misschien ligt het aan of je een grotere party hebt of niet. Ja. Moois. Hallo, ik wil op loot. Maar best. Oké. Wow, wow, wow. 8? The fuck? Nice. Lekker bezig. Oeh, die had veel loot. Sorry, ik ga jou iets geven. Oh, spannend. Alsjeblieft.
Dat is nuttig voor jou. Wat heb ik nou gekregen? Drow Potion. Oké, okay. Nice. Ik heb dus geen idee wat dat soort dingen zijn. Dus ik heb ook een Potion of Speed gevonden. Ik weet niet of iemand daar wat aan heeft. Ik heb heel veel in mijn inventory waarvan ik denk van wat moet ik hier mee? Dat geef ik meestal aan bijvoorbeeld... hoe heet ze nou? Lezel? Mm-hmm. Omdat... als je eroverheen hovert, dan vertelt het je wat het doet. Ja, oké. Okay, dat is veel tekst. En dat is nuttig. Ja, maar het is wel nuttig voor... iemand zoals zij. Hmm. Oké. Okay. Willen we Asterion gaan halen of willen we de andere kant? Ja, ik kan Asterion wel gaan halen. Want volgens mij is hij deze kant op, namelijk. Nou. Oh. Oh, die kant op? Ik dacht hier naar boven. Ja, ik ga het looten. Ah. Herbs. Monies. Wait. Wacht. Wait, yo? Nee, dat laat ik aan jou. Je hebt hem geopend. Oké. Okay. Oh, ze geven je ook thief tools. Wacht, ik geef jou de thief tools, want jij bent de rogue. Dat is nuttiger op jou. Kan jij in mijn inventory kijken? Ja, ik kan op Als je een keer wat, als je een keer wat ziet van daar kan jij wat mee, moet je dat ook zeggen. Ja, is goed. Oh ja, zo. Oh, jij hebt fucking veel. Oké. Okay. Kijk hoeveel crossbows jij hebt. Ja, ik heb ze gewoon allemaal geloot, want als je dat verkoopt, dat is lekker veel geld. Ja, dat weet, ja ik weet het. Ik heb in mijn single player, zeg maar, heb ik ook wel veel. Kijk, daar heb je naam. I have something to ask. Harry, I've got one of those brain things called. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Easily, stand back. Ja. Dat heb ik zo ook de vorige keer ook gedaan. Dan gaat hij me proberen in mijn rug te steken. Ik weet niet of hij dat ook doet als jullie er nog achter staan. Just a dumb boar. You're relieved until you see the flash of a dagger. Nou. Put it away. We don't need to fight. Yeah. I saw you in the ship, free, scuttling about. You're in league with them, aren't you? Those tentacle. Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Put the knife away and I'll tell you everything. Oh. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts. Astarion. Okay. Is that so? We clearly move in different circles. So, do you know anything about these worms? Turn us into. Of course, it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Okay, we need to get rid of it, neem ik aan. Maar ja, maar willen we hem nu in onze party of willen we Lezel als we haar zo meteen bevrijden? Ah, je kan hem toch gewoon in het kamp achterlaten dan, of niet? Ja, maar dan moeten we denk ik zeggen van, I need to get moving, but you can shelter at my camp. I was ready to go this alone.
But maybe sticking with the herd isn't a bad idea. Safety in numbers, after all. And I hate to turn down an invitation. All right. Maybe I'll see you there. Good luck. Thank you. Okay. Anything interesting to loot? Ik zie helemaal niks in de buurt, maar ik weet ook niet waar jij naartoe bent gelopen. Oh, ja, je bent helemaal gewoon omhoog weg. Gelopen. Kijken of er omhoog. Iets is. Omhoog. Maar nope. Why is this here if there's nothing? Not even berry bushes. Oh, maar je bent teruggelopen. Ja, ja. Oh. Sorry. Waren we helemaal klaar in het andere gedeelte? Runway. Kijk, hier deed ik rollen omdat ik met die Mindflayer ging praten de vorige keer. En toen, dat heb ik een paar keer gedaan en elke keer rolde ik hetzelfde. Dacht ik, dit is gewoon standaard, zeg maar. Maar dat is dus blijkbaar niet. I think I killed it. Yes, you feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped. What the fuck? Bow before this creature in shame. It's possessing your mind. Forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Get fucked, bitch! He dead. He deserves it. Death is too good for it. Well, what my character says. Death is too good for it. Is there anything on the upper levels? I don't think there is. Denk het ook niet. Hier komt zo meteen die dude in die portal. Ja, die ik de vorige keer ook niet heb gehad. Waarom pakt hij hem nou niet? Oh, waarschijnlijk omdat ik er al op heb geklikt. Oh, maar ik kan dit keer niet. Oh jawel, nu wel. A hand? Anyone? Heel truus zijn als je deze niet zou halen. Ja. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Gil. Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. At magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. And I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. No use sugarcoating it, is there?
Hij is niet zo heel sterk voor in je team, maar hij is wel leuk. Ja, wizards die worden echt sterk op hogere levels. Mm-hmm. Dan hebben ze zulke sikke AoE spells. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? I suppose few enough can. Not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Je kan hem later gewoon naar de camp sturen als je. Ja, ik kan toch nu zeggen van zo'n zakje plan. Most excellent. Parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It's an act of foresighted kindness, I assure you. I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. I can also level. I've never leveled a wizard before. Okay, dat is wel chill, dat evocation is. Always room for more? Magic missile sowieso. Ja, die magic missile is super nice. Ja, die raakt altijd. Mm-hmm. Dat is het voordeel ervan. En ook gewoon als hij niet eens in zicht is, zeg maar. Hij moet wel binnen een bepaalde reach zijn, maar hij kan gewoon om het hoekje staan, zeg maar. Dan kan je gewoon raken. Oeh, deze kan ik nog wel geweest, volgens mij. Oh jawel, jawel, daar is die ruïne trouwens. Ik zal even wachten op je. Ik ga ondertussen heel eventjes wat lekkers pakken. Ik ga ook even wat te drinken pakken. Nothing. Broken. Must have been here a while. Oh yeah, that moves us over time. Not much use anymore.
Hallo. Yo. Oh, het moment dat ik mijn ventilator uitstap, is het wel echt heet. Ja, het is hier ook heet binnen. Maar ja. Hierboven is het lezen als het goed is. Niet eerst nog... rechts wat uitzoeken. Dat stukje van de kaart doen. Nope. Volgens mij zie je verder niks. Ook geen plantjes om te looten of zo? Nou zeg. Ik had wel een recipe van iets geloot net. Oké, okay, nice. Let's get lazy. Nou, de vorige kant via de andere kant. Ja, ik ook. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you? Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Alsjeblieft. Dit deed ik de vorige keer. Ja, ik hoop dat we weg kunnen jagen. Wow. Dan hoef je niet te killen. Zag je wat er gebeurde? Ja, super sad. Maat. No, we take it to camp. Zevlor will know what to do with it. Zal ik deception proberen? Ja, doen we nu allebei hetzelfde? Jee. Ik denk dat ik kan stemmen ofzo, wat jij moet kiezen. Ah. Want ik kan wel dingen klikken. Mm-hmm. He's right. Let's go. We need to check out that blast. You didn't hear it. Shook our camp good, so we came for a look. How did this look? Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. Zou de difficulty class lager zijn? Omdat we tieflings zijn? Oh, dat zou kunnen. Enough gawking. Get me down. Maat, als zo iemand iets doet, ja precies. Say please. Never. Nou, laat ik er gewoon zitten hoor. Fuck ja. Ja, dat is niet in haar nature als gif. Ja, daar heb ik niks mee te maken. Kijk, als je later, als je vrienden met haar maakt en ze, like, ze mag je, dan wordt ze aardiger. En dan kan je er zelfs... Wacht, nee, dat ga ik niet spoilen. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. Maat, echt. Ik mocht haar echt niet. Nog steeds niet. My people possess the cure for this infection. I must find a crash. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Okay. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Oké. Wat zou ik doen? Leave the conversation and kick Gale. Um,
Talk? Ja, volgens mij kan je dat zo doen. But I can talk right now. Excuse me, misschien kan ik het doen? Oh ja. Jij bent Oh ja, ik kan het doen. You're not versed in magic, are you? Oh, I do apologize. I meant to ask, are you studied in magic? Namely, are you a wizard? Which you are not. If you meet any elder wizards, let me know. There's a matter I'd like to seek advice on from a master. Oké, waarom duurt ze... Wat? We kunnen toch gewoon naar de... Oh. I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be in the camp then, idling away the hours. Hij is zo salty! Ja, begrijpelijk. My people possess the cure for this infection. I must find a crash. You have made an al. Come. The horned ones mentioned a camp. Oh, level up. Oh ja, ik kan Lezel levelen. Action surge, fuck yeah. Okay. Yes? Yes. Alright. Zullen we naar de... ruïne? Ja. Yeah. Deze kant op volgens mij. Ja. Oh, you're in the conversation already? Boss! Got company up here! What's this then? Trying to creep around us and loot the crypt? Not happening. Or is it the ship you're after? Don't matter either way. It's ours. All of it. Vorige keer heb ik, Ik heb persuasion gedaan. Ja. En het worked pretty well. Yeah. Well, in that case, come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese. Now move it. It would have been quicker to kill them. Oh. Wacht, shovel. There should be a shovel somewhere here. There it is. Time and the elements have left the plaque. Hoe wist je dat? Omdat ik die al eerder heb gevonden. En is die belangrijk? Oh, no! Oh, heb jij nou de shovel? Of heb ik nou de shovel? Nee, ik was net de wine naar camp aan het sturen. Toen nam je alles. Oh jee. I'm so sad. Oh wacht, ik kan even Burning Blade natuurlijk aan Lezel geven. Nice. En ik ben ook niet proficient met medium armor, maar... volgens mij... de lovely cleric wel. Dus zij heeft nu... Oh, ik kan het niet aan haar. Ik kan het niet aandoen. Ik geef jou die armor zodat jij het aan. Aan onze cleric kan geven. Oké, even kijken. Hoe werkt dat ook alweer? Zo. Die skill mail, hè? Ja. Oké, ze heeft het nou aan. Ben ik. Proficient in crossbow? Yes, nice. Okay. Ooh, Mark, but open for this shortbow. No one back home will ever believe this. You have to go on crossbow. I'm going
ga jou die geven zodat je die aan Shadowheart kan geven. Zo. Oké. Oké. Safe. Ja, dat had ik vorige keer dus hier niet gedaan. Dat was echt dom. Oké, wat ik, waarom ik de stoffen wilde was omdat er hier... Hopelijk halen we onze perception check. Survival. Ah, survival fail. There. Hè? Wat zit erin? Thief tools en gold. Oké. Okay. There you go. Thief tools. Oké. Okay. Let's do this. Ja. Yeah. Let's go downstairs. Oh. Ik ben maar om. Jesus. Mag ik niet lopen? Like, what the fuck? There we go again. Oh. Wait. Kan je Shadowheart, heb je Shadowheart al iets laten doen? Nee, oké. Okay. Als het haar beurt is, yeah, moet je kijken of je haar flame op de wooden barrel kan schieten. Oké. Okay. Oké, okay, nu dus. Dus dat is haar Sacred Flame. Nee, nee, nee. Het is een cantrip. Oh. Ja, Sacred niet, Flame. Het is niet Sacred Flame. Het is een gewone Firebolt. Oh ja, Firebolt, ja. Ja, ik denk eerst dat je moet verplaatsen, anders kan je hem niet erop zitten. Want waar is die? Jawel, dat kan vanaf hier gewoon. Oké. Okay. Ja, hij zit naast Torga. Ik weet niet meer hoe je moet pingen. Oké. Okay. Shoot it. Oh nee! Oh no! Oké, okay, wacht. Sta ik nu te dichtbij, denk je? Weet ik niet, we gaan het zien. Ja. Het antwoord was ja. Ja. Ja, ze had denk ik beter verder naar rechts kunnen lopen, zodat ze een angle door de deur kon kijken. Dan hoefde ze niet zo dicht bij de deur te staan. Ja, maar ik klikte erop en het stond 100%, alleen toen ging hij lopen in plaats van... Ja, vaak dan kan je zien, want dan staat er plotseling een geel, een wit, witte versie van jou. Ja. Oh, dat was ik. Ik dacht dat het Lezel was. Oké, okay, Lezel, help haar. Not enough movement. Oké, okay, sad. Oké, okay, he burns to dead. Oké. Okay. Torga die gaat denk ik dood op de volgende beurt, dus daar, die hoeven niet aan te vallen. Oké. Okay. Want die staat in de fik en die is burning. Maar die ik heeft moet... nog maar 1 HP. Ik kan niet door de deur heen zonder geburnt te raken. Ja, want je kan naast de deur gaan staan, zodat je ze kan stabben als ze komen. Dus dan kies je gewoon hide. En als ze dan door de deur heen komen, dan kan je ze stabben met advantage. Hide. En dan in die blauwe, in die rode ding kan ik hiden, zeg maar. Buiten het rode gedeelte kan je hiden. Oh, buiten het rode ding, gedeelte kan ik hiden. Ja. Dus hier. One day I'll catch a break. Dan laat ik gewoon Lezel weglopen van de deur, zodat ze naar ons toe komen. Hey, come on in here. Zal ik Shadowheart even healen? Healing word? Er... Of? Als ik jou... Heeft ze nog een health potion? Nee. Wat ik zou doen als ik jou was, ik zou er gewoon ergens achter in de kamer zetten. Maar ik zou er eerst ons laten blessen. Dat kan niet. Heeft ze geen... spelslots?
Nee, ik denk dat ik geen actions heb. Oh, ja, ja, dan kan je healing word op jezelf doen. Vergeet steeds dat het niet kan als je down bent gegaan. Die is dood. Nou zeg. Hij moet de kamer in komen, de bitch. Er gebeurt nu helemaal niks bij mij. Nee, oh, ja. Het duurde echt heel lang. Kan je van een angle op die dude schieten? Jazeker. Met advantage. Nice. En dan go back to hiding. Wat vroeg je nou de vorige keer? Oh ja, blessen. Moet ik dat nog steeds doen? Ik denk eigenlijk dat we het niet nodig hebben. De fight is al bijna voorbij. Oké. Zijn nog maar 2 enemies. Yes. Waarvan je eentje nu gewoon keihard kan stabben. Keihard kan stabben. Even kijken. Is het gewoon er naartoe lopen en... Bedoel je gewoon aanvallen, zeg maar? Normaal. Kan je... sneak attack doen? Ja. Als je de optie hebt, altijd sneak attack doen, want je doet sowieso meer damage. Ja, maar ik heb geen advantage. Oh. Maar ik dacht dat je hidden was. Heeft hij je gespot? Zo sad. Maar misschien heb ik hide gewoon niet goed gedaan, hoor. Dat kan. Wauw. Oh! Bitch! Ja. Time to meet your maker. Nice. Boys, is het heel lang rest? Oops. What a bitch. Time to press ahead. Oh, hehe. Nou, echt die camera? Zo, moet even in mijn inventory kijken of er iets interessants tussen zit. Ik heb simple robe, leather armor, een quarterstaff, een scroll of burning hands, een shortbow, een javelin. Oké. Ik denk niet dat het interessant is. Ik hoor jou niet enthousiast, dus ik denk niet dat het... Nee, ik ben niet proficient met al die wapens. De boots en leather gloves geven geen buff. Ja, alleen de scroll burning hands, dat is wel interessant. Dan hoef je geen spelslot te gebruiken. Voor de rest... niks om Lazel te upgraden, niks om Shadowheart te upgraden. Maar bewaar het. Ja. Money. Oh ja.
Dat heb jij al gedaan, oké. Okay. Ja, vooral boeken. Nothing really interesting. Deze deur is nu open. Gaat deze naar die gekke traps? Whatever it is, save it for now. Durf ik niet meer zeker. Nee, dat is andere kant op, toch of niet? Ik weet het niet meer. Wacht. Nee, niet. De andere kant op is Withers. Wil je die gekke traps doen? Oh, die gaat niet goed. Nou, de vorige keer kon ik daar gewoon doorheen, zeg maar. Uh-oh. Dit is nog niet met de gekke traps, toch? Oh nee, dat is hier rechts. Dat is hier rechts. Maar heb je al gedaan? Ik ga een protection casten op Shadowheart. Zodat ze niet zo snel doodgaat. Dat is best wel low. Come back. Oké. Okay. Oh ja, er staat nog een kist. Nou ja. Oké. Okay. Ja, dit is met de traps. Ja. Yeah. Oh. Je denkt, fuck no. Nee, kunnen we dat wel doen. Ik heb het de vorige keer niet gedaan. Oké. Okay. Can you pick a lock? Ik zou niet weten hoe. Rechter muisknop. Oh, lockpick. Oeh! Ja, dit haal ik sowieso volgens mij bijna. Het is gelukt. Laat lockpicken maar aan mij over. Ja, je bent rogue, hè? Dus dat is. It's your job. Oh nee, here's Withers. Wat betekent dat? Hier ben ik de vorige keer niet geweest. Oké, we moeten even alle. En toen scribes hun wapen ontnemen. Dus alle lijken die je vindt, even hun wapen ontnemen. Ja. Oh, jij gaat die kant al op. Want die komen zo tot leven zeker. Ja. Kan ik hem wel slopen misschien? Nee, sad. Hier ben ik de vorige keer helemaal niet geweest. Zijn er nog meer? Ja. Oké, nice. Ben jou kwijt inmiddels? Oh, jij bent helemaal die kant op. Oké, zijn alle lijken ontdaan van hun wapen? Ik denk het. Ook aan deze kant? Ja, oké, top. Oh, weet jij wie deze god is? Een stenen god, geen idee. If you read the plague. The inscription is in a language unknown to you. Nope, language unknown to me. Set. Ik kan niet eens interacten. Wat? Let's go press a button.